ben net aangekomen in Brussels Airport. En op dit papier staat naar waar mijn vliegtuig gaat. Dus ik ga muntjes zoeken. Glasgow, Scotland. Morgen komt Julie Biesmans mee. Zij is Red Flame onder andere. Vanaf dan gaan we samen de stad ontdekken. Ik kom hier in mijn hotelkamer en op mijn bed een gepersonaliseerd zakje. People make Glasgow. Julie gaat elk moment landen. Dus ik dacht, ik ga nog een ochtendwandelingetje doen naar een van de mooiste gebouwen van Glasgow. De Cathedral. Kijk wie we daar hebben. Oh. Voor mensen die Julie niet kennen, jij zei Red Flame. Jij speelt bij PSV. Positie? Groot. Zijn we niet bijna even groot? 173. Jij ook? Dat gaat goed komen. We kennen Julie, maar je gaat ze beter leren kennen. We zijn vooral nu onderweg naar Hampton Park. We zijn in de opwarmruimte, dus wat komen ze hier precies doen? Opwarmen? Ja. Dit is Jim. Dat is onze gids. Hi. Hij heeft net verteld dat dat machine dat registreert hoe hard je schiet. Ja, hoe hard je schiet. De laagste score is 53. Dus hoe gaat die van u zijn? Ik weet niet, een beetje spierpijn. Dat zijn excuses. Ja. Optimist Jim. Het ziet er een heel goed veld uit. Ik denk dat er ook wel een stadion is waar sfeer gebracht kan worden. Iedereen wil op de foto met Julie. Ja. Ik loop er maar weer als vijfde wiel aan de wagen. Het Hampden Stadion. Zijn ze klaar voor het EK 2020 of niet? Ja, ik weet het niet goed. Het ziet er een beetje oud uit. Maar ik denk wel, als je eens op het veld staat en het stadion zit vol, dat er toch ook wel veel sfeer kan zijn. Dus groene of rode kaart? Ai, moeilijk. En oranje? Dat mag nu. We zullen de attitude van de gids meenemen. Ja, dan is het een groene. Oké, groene kaart. Deze brug achter ons. Daar. Hoe heet ze ook alweer, Julie? Clive Arc? Ja. 10 points go to Biesmans. Morning. We zijn onderweg naar Loch Lomond. Lomond. Ja. Je bent daar een tijdje geleden naartoe gegaan. Dat is een groot meer. Mooi, mooie natuur. Je hebt dat toen al wandelend gedaan, maar wij gaan nu op een soort van cruise. We zijn net aangekomen in Edinburgh Airport. Dat dus eigenlijk wil zeggen dat onze trip erop zit. Als ik Glasgow moet samenvatten, super vriendelijk allemaal hier. Dat zelf, allemaal heel mooi bewaarde panden. Maar niet vergeten om ook een bus of een trein naar de natuur te pakken, naar de Highlands. Dat is echt wel de moeite. Bye bye. M&M. Music of more. M&M.